Wat is de Flipped Classroom methode? In 2007 komen twee scheikunde docenten, Jonathan Bergman en Aaron Sams, samen om videoopname te maken van hun lessen met het doel om studenten die om verschillende redenen geen lessen konden bijwonen, toegang te geven tot de inhoud. Ze realiseerden zich dat deze opnames ook werden gevolgd door een groot aantal studenten die wel persoonlijke lessen volgden. Op deze manier profiteerden de studenten in de klas om vragen op te lossen en verschillende activiteiten uit te voeren met betrekking tot de inhoud. De Flipped Classroom is een pedagogisch model waarin studenten toegang hebben tot de inhoud van de onderwerpen buiten de klas, met behulp van het materiaal dat de docent hiervoor heeft gemaakt. Hierdoor is op elk moment toegang mogelijk. Het werk in de klas bestaat uit het verhelderen, verdiepen, het werken met en veiligstellen van de geleerde contexten en concepten. Flipped Classroom, of het omgekeerd klaslokaal, heeft zijn naam te danken aan de kenmerken die zich onderscheiden van de traditionele lesmethodologie. Dat het een leermodel is dat een tegengesteld proces volgt. In het traditionele model gaan de studenten naar de les, waarbij de leraar de kennis overdraagt. De studenten beoordelen en analyseren vervolgens de inhoud thuis. In de omgedraaide klas geeft de leraar de studenten de inhoud die zal worden besproken voordat ze in de les deze zien. Je kunt video's, presentaties, links naar verschillende webpagina's gebruiken. Wanneer studenten in de klas komen, delen ze de geleerde informatie met de rest van hun klasgenoten en maken verschillende taken coöperatief en collaboratief. De leraar beantwoordt echte vragen die zijn gerezen, waardeert de verwerving van kennis en begeleidt de lessen van de studenten om ze te consolideren. Flipped Classroom biedt de mogelijkheid om via een technologie studenten te voorzien van een middel om te leren waarop ze zich richten. De leraar is een gids voor het hele proces. Met dit model kan het leren worden aangepast aan de persoonlijke behoeften van elke student. Als studenten de les niet kunnen bijwonen, hebben ze nog steeds toegang tot de inhoud en raken ze daarom niet achter met hun studie. En bovendien biedt het de mogelijkheid van zinvol leren door in de klas met de rest van de klasgenoten te delen wat thuis wordt geleerd. Blended learning of mixed learning, dus online en face-to-face, ondersteunt het Flipped Classroom. Blended learning maakt gebruik van ICT om meer efficiëntie in het leerproces te bereiken door dit te combineren met de face-to-face mogelijkheid. Dit leermodel met de elementen maakt een deel uit van de cognitieve dimensies van Bloom's taxonomie. De doelstellingen die in de les worden bereikt zijn van een hogere orde en dimensies zoals evaluatie, synthese, analyse en toepassing. Terwijl de volgorde van de dimensies, begrip en kennis, worden gedegradeerd tot de taken die de student zelfstandig moet uitvoeren en die door de docent wordt gefaciliteerd. De voordelen van dit model voor zowel docenten als voor studenten zijn divers. Aan de ene kant kunnen studenten de inhoud op hun eigen plek leren en kunnen ze nadenken over de inhoud. Er wordt betekenisvol leren gegenereerd. Het leren is gericht op de student en maakt diversiteit mogelijk. En ook vergroten studenten hun verantwoordelijkheid bij het leren met hun werk buiten en in de klas. Gezinnen daarentegen zijn meer betrokken bij het leerproces van het onderwijs, omdat zij getuigen zijn van het hele proces. Om dit leermodel in het klaslokaal toe te passen, moeten verschillende aspecten in overweging worden genomen die de implementatie en effectiviteit ervan in de toepassing vergemakkelijken. De leeromgeving moet flexibel zijn voor studenten die verschillende middelen aanbieden om hun leren te vergemakkelijken. Moet de gepresenteerde inhoud in moeilijkheidsgraad worden ingedeeld, zodat alle studenten er zonder problemen toegang tot hebben en dus diversiteit bieden. De inhoud die wordt gepresenteerd moet het meest relevante zijn voor elk onderwerp. En tenslotte moet de docent de klasomgeving gebruiken om de verworven kennis te versterken en te evalueren. De tools die worden gebruikt om dit model te implementeren zijn afhankelijk van de doelstellingen die op een bepaald moment worden nagestreefd. Hoewel educatieve video misschien wel de eenvoudigste manier is om te gebruiken, is niet het enige. Er zijn meerdere hulpmiddelen waarmee u de inhoud kunt presenteren op basis van de specifieke behoeften die zich voordoen.